halve vuil aangemaakt. Oh, elke dag. Elke dag in de politiek, ja. Je moet zoveel compromissen sluiten. Toen ik fractievoorzitter was geworden in 2003, zijn we met CDA en VVD in een kabinet gaan zitten. Om allerlei redenen die er nou even niet toe doen. Maar dat was voor mij al een hele grote stap. En daar heb ik bijvoorbeeld, terwijl wij voor een generaal pardon waren in die tijd, heb ik moeten... Waar men alleen maar Iers spreekt. En dat is